Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag maandag 15 november. In deze editie van het journaal waren we op bezoek bij de SVB. Hoe hebben zij de pandemie ervaren? Daarover praten wij met de voorzitter van de SVB en met de bondsarts. Ook de spelers van Inter Mungutapu hebben zich laten vaccineren. Dat de COVID-pandemie de hele wereld in zijn greep heeft, is ook te merken in Suriname. Vanaf de kleine man tot de grote man hebben de gevolgen van COVID-19 moeten doorstaan. Onlangs heeft de minister van Volksgezondheid, Umar Ramadien, de organisatie van de horeca ontvangen, waarbij er wat versoepelende maatregelen voor hun zijn gecreëerd. Maar ook de sportwereld heeft het moeten ontgelden, want vanaf de pandemie zijn intrede deed in Suriname in maart 2020, werden alle contactsporten lamgelegd, zo ook de SVB-competities. Het gevolg van de pandemie is dat we sinds 13 maart vorig jaar het voetbal in Suriname volledig hebben stilgelegd. Dat wil zeggen dus dat we bijkans 2 jaren, en dan praat ik dus over een 15.000 geregistreerde leden van de Surinaamse Voetbalbond en de bij ons aangesloten lidbonden, dat die niet echt in een georganiseerd verband hebben kunnen voetballen. Wanneer ik praat over 15.000 geregistreerde leden, dan hoef ik niet te zeggen dat er misschien een 25.000 tot 30.000 niet geregistreerde voetballers zijn in Suriname. Dus het is een heel grote groep die een jaar lang in feite hun sport niet hebben kunnen beoefenen. Voor de SVB en voor dus de voetbalclub zelf, want in die tussentijd ben je 1, je bent leden kwijtgeraakt, je bent spelers kwijtgeraakt, je bent sponsors kwijtgeraakt en je bent inkomen die je had kwijtgeraakt. Als we bijvoorbeeld naar dit complex krijgen, dat werd normaliter 1x24 uur bezet, verhuurd. Hetzelfde geldt voor onze velden en andere accommodatie dus die we hebben. En die inkomsten hebben we in de afgelopen 2 jaar moeten derven. Prowin Manku is de bondsarts bij de SVB en gaat ook in op de negatieve gevolgen die de pandemie teweeg heeft gebracht over heel de wereld. Maar in het bijzonder, de sportwereld is hard getroffen. Als bondsarts was het voor mij een enorme tegenslag omdat alle activiteiten stopgezet moesten worden om de verspreiding van het virus te voorkomen. Nou, het pandemie op zich heeft voor de hele wereld een heleboel negatieve gevolgen, voornamelijk in het sportwereld, aan toegebracht. Heel veel schade zou ik zeggen. Achteruitgang, stopzetting van sport in eerste instantie. U hebt het zelf gezien, ook wereldwijd is het sportgebeuren stopgezet. Daar praat ik niet alleen over voetbal, maar vele vormen van contactsport vooral. Eigenlijk was dat gedaan om het verspreiden van COVID tegen te gaan. En dat hebben we ook gezien in Suriname sinds de komst van COVID. Is het sportgebeuren voornamelijk competitie. Als ik daarop nadruk mag leggen, is het voetbalcompetitie stopgezet. En op zich is dat voor mij als dokter wat ik gewend was binnen het sportgebeuren, SVB, voetbal, wedstrijden, internationaal. Eigenlijk was dat een soort tegenslag. We hebben onze activiteiten moeten stopzetten. Heel veel verenigingen zijn uit elkaar gegaan. Het heel sportgebeuren is achteruit gegaan. En dat is eigenlijk geen goed resultaat. Is niet goed. Voetbalvereniging Voorwaarts heeft ook te maken gehad met de negatieve gevolgen van de pandemie. Volgens Ronald Botse, de voorzitter van Voorwaarts, is de club voetbal dood. Op dit moment is Voorwaarts dood. Toch? Of ik zal niet zeggen letterlijk dood, maar voetbal zijn we dood. Er gebeurt echt helemaal niks op de vereniging. En het is een. Het is heel jammer, omdat het iets is waar we heel graag met z'n allen dagelijks mee bezig zouden willen zijn. Maar de impact van COVID op ons leven, en met name in dit specifieke geval ons sportleven, is ontzettend groot. Want je kan gewoon niks. Je kan gewoon letterlijk en figuurlijk, je kan niks. Toch? En het is nu de laatste tijd mogen we weer bij elkaar komen. Maar we hebben tijden gehad met de lockdowns en zo. En dat je als bestuur, als je bij elkaar wilde komen, was het altijd via een Zoom-meeting. En er zijn best wel wat bestuursleden die dat niet zo prettig vinden. En ik persoonlijk ook hoor. Ik heb meer van een live vergadering, dat je elkaar in de ogen kan kijken, toch? En
Want dat is ook best wel belangrijk soms als je besluiten moet nemen. Dat je ook kijkt naar de mimiek van iemand. Je ziet dat nou allemaal snowani of juist allemaal wani, weet je. En dan kan je eromheen praten, maar als je met zo'n Zoom-meeting bent, het is heel erg onpersoonlijk. En het voelt niet goed aan, toch? Maar het zijn de omstandigheden die ons daartoe drijven. En er zijn wat zaken die best wel lastig zijn, toch? En je moet iets in leven houden dat eigenlijk niet kan. Dus je gaat het kunstmatig doen en er zijn heel veel facetten waar je aan je moet denken als bestuurder om toch de boel een beetje in leven te houden. En mijn grootste zorg is de jeugd. Dat is mijn grootste zorg. Omdat in die tussentijd zijn ze vast en zeker wat anders gaan doen, want ze blijven niet zitten. En je gaat een groot deel van ze ga je kwijtraken, toch? En niet in die zin van dat je ze kwijtraakt als lid van de club, maar als potentiële ontwikkeling, dus een potentieel persoon om te ontwikkelen in je voetbalsport. Zo zie ik het. Zo kijk ik het tegenaan. Je hebt heel weinig contact met ze, omdat je ze niks te bieden hebt. Dus eigenlijk vermijd jij zelf als bestuurder, vermijd je dat contact. Want zodra je ze tegenkomt, train, wat ook kan playbakken. Dan, het zijn vragen waar je geen antwoord op hebt. Dus eigenlijk probeer je zelfs om de contacten een beetje te mijden. Totdat je echt iets concreets hebt. Toch? Want dat is ook een vraagstuk. En die vraag zou ik ook gelijk hierbij willen droppen. De 12 jaren en jonger. Die worden min of meer een beetje uitgesloten. Omdat ze zich niet kunnen vaccineren. Na bijkans 2 jaren is de SVB van plan de bal weer te laten rollen. Afgelopen zaterdag werd in Oerukul een vergadering belegd met clubs uit de topsectie. Aan hun werd medegedeeld dat de SVB van plan is eind januari, begin februari de competitie te starten waarbij alleen gevaccineerde spelers mogen deelnemen. We mikken op eind januari. Dus we hebben dus nu een periode waarin we 1. De clubs aanmoedigen om hun spelers te laten vaccineren. U heeft de overzicht gezien van wat er tot nu toe dus aan spelers is gevaccineerd. Dan hebben we een klein soort trainingstoernooitje erop. En men kan daaraan meedoen in verschillende formats met volledig gevaccineerde spelers, dus je hoeft nog niet op volle sterkte te kunnen zijn. Maar nogmaals, bij ons gaat het om het aan het gang brengen van die bal, het rollen van de bal. Om dan wel zo ver te zijn, dus dat wanneer we in januari beginnen, dat je een volledig team hebt dat 11 tegen 11 op een veld kan spelen. De voorzitter van de SVB zegt dat in december te willen starten met een warming-up toernooi. Maar daarvoor moeten de spelers gevaccineerd zijn. Hoe het er nu uitziet, lijkt dat wel mogelijk, want een aantal spelers hebben zich al laten vaccineren. Als we uitgaan van de cijfers van vandaag, dan hebben we dus Inter Wanica, Inter Mungo Tapu, Transvaal en Robin Hood, die nu allemaal dus beschikken over minimaal 18 volledig gevaccineerde spelers. In het geval van Robin Hood denk ik dat ze op 24 november een tweede prik moeten gaan halen. En 2 weken daarna zijn ze dan zover dus dat ze in feite met ons kunnen meedraaien. De overige clubs die we hebben, die hebben allemaal dus 6 tot 13 spelers die gevaccineerd zijn. Dan praat ik over SNL, dan praat ik over een, Kamel de Waker, Voorwaarts, et cetera. Dus een groep van zeker 10 clubs. In de uitzending van het COVID-journaal hebben we u laten zien dat het grote deel van Robin Hood
gehoor heeft gegeven aan de oproep dat de spelers zich laten vaccineren. Ook Inter Mungutapu heeft een groot deel van zijn spelers bereid gevonden zich te laten vaccineren. Bij Inter Mungutapu gaat het anders dan misschien die andere ploegen. Wij hebben die jongens gezegd, kijk, de teampresident heeft genomen. En wat about jullie? Ik ben ondervoorzitter, ik heb genomen, wat about jullie? Ja, iedereen heeft zijn eigen mening. Maar we zeggen, oké, geen probleem, als je niet neemt, we doen Inter Mungutapu doen niemand, dat moet vast zijn. We doen niemand, maar als je niet neemt, dan ga je niet meer voor ons werken. Als je niet werkt, krijg je geen vergoeding. Dat is sowieso. Ja, maar ze, eerste is papi Brunswijk, de Damien, tweede is Obrindo. Zo zijn die anderen achter elkaar gegaan. We hebben nu 16 volledig en 7 nu. 7 met 1 prikje. Ik denk op dit moment is het bijna 3/4 voor het team zou vaccineren. Ik denk er is nog 4 of 5 spelers. We hebben 24 spelers. Dus ik denk nog 4 of 5 spelers nog moeten vaccineren. Een paar zijn al dubbel gevaccineerd. Een paar hebben pas 1 prikje. En dat is het. Bepaalde fans zeiden van nou, you know, taking. Maar toen ze zagen van nou, Brett tikkie, Wal tikkie. En zo ging het door. Nou, if Britteki Motteki. If week Steki Motteki. If Moro Steki Motteki. Dus zo is het doorgegaan. Dus ik denk, voor bepaalde spelers was het niet moeilijk om te gaan. Vooral in het laatste moment waar ze zagen van, nou, bijna 14 spelers van Club Teki. De man kom mee naar een stroom. En nu, kijk nu, bijna al die mannen trainen op dit moment. Om eerlijk te zijn, het was geen makkelijke keus. Maar als je zo om je heen kijkt, mensen die besmet raken, mensen dichtbij me, heb ik toch besloten om te vaccineren. Niet alleen om te voetballen, maar ook voor mijn gezondheid, voor de mensen om me heen. En ja, op den duur gaat het een... Ja, het is geen verplichting, het gaat ook geen verplichting kunnen zijn. Maar vroeg of laat ga je het moeten doen. Kijk, ik neem Arki bepaalde, maar dan heb ik ook gevaccineerd. Ik heb het uit mezelf gedaan. Ik was ook besmet geraakt. Dan 3 of 4 die naar KKF. En toen ik weg moest met Inter, ik kies COVID naar buitenland. Toch? Ik dacht van nou, toen was er nou. Want ik heb het gelijk. En toen kwam dat a corona kies me maar. Toch? En dan kies ik zwaar, dat dat ook zo. Ik ga kijken, af en toe zie je Adam. De pota een masker ging. Dus ik dacht van, nou, ik ga zitten direct. Ik ben in Kaprika. Lekker, alle de voorzitter. Leo, Broki. En Jogaman, alle de Bordeaux. Om de boy te gaan spuiten play. Utakanga de boy, if utakanga de mando go want alamai luku tak e inter mongo tapu no teki. Maluko ja. So wat ik wil zeggen, mo tegi de man tak, mek de mano lukus ma, ma di u eigen veiligheid. Toch, no arkisas mei taki, go te kas poiti gewoon. Toch, you know a sporter, if you's dong, yo klari. Toch, luko lang u stop play ball, bijna 2 jaar lang akba. Uno start serifete. Dus, bepaal bijna ala de team, leeuw. SNL, Robinho, Transvaal, Karkong, Interwanika. Als speler die samen gaat tegen Spoiti, ook tegen mijn kompas start. Van hieruit wil ik aan ieder oproepen, vooral de spelers, voetballers die nog niet gevaccineerd zijn. Denk erover na, wees nuchter, denk aan je medemens. Laat je vaccineren zodat de competitie kan starten. Zodat we kunnen doen waarvan we houden en weer kunnen genieten van voetbal. En onze favoriete sport, onze supporters. Ze kijken uit naar ons. Dus ik roep ieder op, bij deze de voetballers, laat je vaccineren.
In onze volgende editie van het COVID-19-journaal zal de bondsarts van de SVB laten weten hoe de competitie van start zal gaan. Maar ik maak gebruik van de gelegenheid om namens de SVB alle spelers die nog niet zijn gevaccineerd om gehoor te geven aan de oproep. Speciaal voor jullie wordt op zaterdag 27 november een grote vaccinatiedag georganiseerd bij DNF Haarchirurgie aan de Brokopondolaan. Ugo tikka spuiti, zodat abbal kan lolobaka. Tot de volgende keer.